Ja, goedemiddag dames en heren. Dank voor de grote opkomst. Ik ben Paul Gors en ik sta hier wat beneden, maar dat is hier Frank van thuis. En ik zal voor u speciaal, voor de mensen die het nog niet zouden gelezen hebben, de column voorlezen die op een week tijd 36.000 keer gelezen is. Obscure scheurtjes met tochtgaten, type kerststal, toch zonder os, ezel, wierook of mirre. Plastieke bakken met daarin pups van alle ras en stand. Kopen, vraagteken, nog voor het eerste woord valt, krijg je een hoopje hond in de pollen geduwd. Niet wild, nee, lief en schijnbaar heel gezond. Schijnbaar, hoesten, braken en chronische diarree. Een kruising van een kruising. Inteelt, ook bij de mens terecht verboden. Fokken van honden alleen maar om de platte poen. In één woord, weerzinwekkend. Een verbolgen baasje had al stuitend bewijs haar levend didactisch materiaal bij zich. Het was een stumpertje van een hond, uitgemergeld en wezenloos in een mand. Teef, 10 jaar oud en, dames en heren, naamloos. Tot voor enkele weken compleet verwaarloosd. Uitgehongerd, amper 4 kilogram, droge ogen, zware dubbele oorontsteking, aangekookt vuil van jaren en ontstoken poten van steeds maar in dat eigen vuil te moeten liggen. Gedekt worden en werpen, dat was de opdracht. Zo snel en zoveel mogelijk geld scheppen voor de baas, voor de fokker, voor de motherfucker. Vlaanderen barst ervan, dames en heren. Vlaanderen, mijn land. Le plapi qui est le mien. Een warm en veilig nest is sinds kort haar deel. Toen ze na jaren duisternis eindelijk de frisse lucht intrippelde, brak ze harten en liet ze tranen vloeien. Een ondraaglijke stank droeg ze met zich mee. De stank van broodfok, een stank om nooit te vergeten. Wie, dames en heren, wie kan de oudste vriend van de mens zoiets aandoen? Dat zo'n brok ellende nog vertrouwen toont, is op zijn zachtst gezegd aangrijpend. Het broodfokteefje kan na 3/4 levensloop een bestaan beginnen waar elke hond recht op heeft, hunkerend om alsnog moeizaam te leren en te ontdekken. Zelfs een zacht kussen zaait paniek. Hard beton lijkt veiliger. Na de 6e wasbeurt met shampoo, eindelijk schuim, eindelijk een blanke huid, zacht en lekker ruikend. Roze, ongebruikte voetzolen en de doffe blik in haar ogen, die zijn voltooid verleden tijd. Een deugniet is geboren, draf en galop met flapperende oortjes. Na 1 decennium, na 10 jaar, mogen rennen als een puppy. Geluk heet dat. Dankjewel voor uw opkomst. Dames en heren, laten we nog een applaus weer klinken, maar niet zozeer voor mij, of niet voor Anne, of niet voor Mark, maar voor de duizenden honden die alle dagen moeite doen om in de meest bizarre omstandigheden en de meest malafide omstandigheden trachten te overleven. Een applaus! Wij danken uiteraard de aanwezige BV's, Paul Goossens, dank u wel. Anne, dank u. Stef, dank u. Anke, dank u. Wene, dank u. Jullie zijn de stem die net iets meer als ons kunnen bereiken. Wij werken meer achter de schermen. Als jullie het willen op publiek brengen,
staan wij veel verder. Zie vandaag. Met deze nogmaals hartelijk dank iedereen.